5 jaar nadat zijn broer Guillaume in de WK-finale stond in Cairo, stapt nu Dex Elmont de mat op in Tokio voor de wereldtitel. Zijn tegenstander komt hier uit Japan. Hiroyuki Akimoto. En wie had gedacht dat Dex Elmont de finale zou halen? Toen, bij aankomst afgelopen dinsdag in Tokio, verstapte hij zich toen hij de bus uitstapte. En hij heeft de afgelopen dagen alleen maar op bed gelegen en is verzorgd vanwege een stijve rug. En nu staat hij dan in de finale. Poging van de Japaner tot een schouderworp op 2 knieën, dat mislukt. Akimoto had een hele lastige halve finale, een hele zware, tegen de wereldkampioen uit Korea, Wang. Terwijl Dex Elmont het wat minder zwaar had. Zijn tegenstander raakte geblesseerd tijdens de halve finale en stapte uit. Dus relatief is Dex Elmont frisser, maar er is toch wel enige tijd verstreken tussen de halve finale en nu. Kumikata. Het plaatsen van de hand op het revers van de tegenstander. Hier weer die poging tot een schouderworp. En een veeg. Levert allemaal niets op voor de Japanner. Maar hij is wel heel actief. En dat betekent dat de scheidsrechter nu Dex Elmont maant om wat meer deel te nemen aan de partij. Hij krijgt een rolletje wegens passiviteit. Strafje op het bord. 0-0 blijft te scoren. Een strafje erbij en Elmont staat achter. Probeert nu buitenom. Maté. Elmont stapte na de Olympische Spelen van Peking over van min 66 naar 73. En hier duwt hij bijna de Japanner op de zij. Geen scoren. Maar op de zij betekent Yuko. Half op de rug is Wazari, vol op de rug is Ippon en dan is de partij voorbij. Ja, de judoka's gaan laag, moeten ze mee oppassen. Nog niet te laag gaan staan. Dan word je bestraft en dat kan Elmont niet hebben. Weer die schouderworp. Maté. De scheidsrechter ziet verder geen mogelijkheden voor de judoka's en wil dat ze rechtop gaan staan. Elmont begon moeizaam aan de dag. Maar gaandeweg is hij steeds beter gaan judoën. Op een aantal prachtige punten. En eens kijken of dat resulteert in de wereldtitel. Hij probeert het nu weer. Oppassen voor het grondgevecht. Moet niet gaan draaien. Het been van de Japaner zit nog vast. Het kan geen houtgreep zijn. Als dat been er tussenuit gaat, dan is Elmont in de problemen. Daar gaat het been los, maar hij draait goed op de buik. Geen houtgreep. De Japaner sleutelt verder. Weer draaien. En weer zit het been vast. Dat doet Elmont heel goed. Nu is het los. En nu is het een houtgreep. Hij kon het niet meer houden. Het been is los. En als dit 25 seconden duurt, is de partij voorbij. Elmont probeert buiten de mat te schuiven. Bij 15 seconden is het een Yuko voor de Japanner. U ziet het op het bord verschijnen. En eentje voor de Japanner. Nu is het Wazari en nu nog 4 seconden en dan is het voorbij. Dex Elmont redt het niet. De wereldtitel gaat naar Hiroyuki Akimoto. Met een houtgreep heeft hij de partij gewonnen. Dex Elmont pakt de zilveren medaille op het WK. Die hadden ze nog niet bij de familie Elmont. Guillaume Elmont won goud in Cairo 2005. en brons in Rio de Janeiro 2007. En nu komt er bij de familie dus een zilveren medaille bij. Dex Elmont, vice-wereldkampioen. Hij wordt tweede hier in Tokio. Kon het niet bolwerken tegen Akimoto. En hij pakt zilver. Is